Engelse sportsite deze foto's zonder te weten wat ze daadwerkelijk in handen hadden. Foto's van de 17-jarige Johan Cruijff bij zijn debuut bij Ajax. Cruijff scoorde, Ajax verloor die wedstrijd met 3-1. En het is uniek materiaal waarvan werd aangenomen door velen dat het nooit meer gevonden zou worden. Maar na een tweet vorige week dus vanuit Engeland notabene zijn we in Nederland ook wakker geworden. Ja, en waar... Dus het doelpunt wat ik maakte, afschomen, dus verloren. Maar ja, het eerste doelpunt in het eerste helftal. En op een gegeven moment dat ik een corner moest nemen. En ik wist dat ik een corner niet vol kon krijgen, want ik had helemaal de kracht niet. En dan, ja, dan moest er gauw gewisseld worden. Die anderen hadden er niet erg gauw erg in. Maar goed, op een gegeven moment zei ik, ja, ik haal het niet of ik kan het niet op mijn voet. Ik wees maar op mijn voeten zitten ergens. Met andere woorden, hun dachten waarschijnlijk dat ik geblesseerd was. Of dat ik een beetje last had. Maar in ieder geval, iemand ging die corner nemen. Maar het was gewoon een kwestie dat je krachten kon voeren. Ik weet allemaal nog, weet je. Ja, maar dat is het niet. En dan rijd je zelf even naar Groningen toe, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Niet. Ja. En 64 trouwens, denk ik niet, want zo had je rijbewijs nog niet. Als 17-jarige knul. Nee. Want dat was toen tegen GVFV, hè? Ze heeft nog even aan gerefereerd. Ja, klopt. Ja, als je naar het terugdenkt, dan denk ik aan twee momenten eigenlijk. Eén is dus het doelpunt wat ik maakte, afschomen, dus verloren. Maar ja, het eerste doelpunt in het eerste helftal. En op een gegeven moment dat ik een corner moest nemen. En ik wist dat ik een corner niet vol kon krijgen, want ik had helemaal de kracht niet. En dan, ja, dan moest er gauw gewisseld worden. Die anderen hadden er niet erg gauw erg in. Maar goed, op een gegeven moment zei ik, ja, ik haal het niet of ik kan het niet op mijn voeten. Ik wees maar op mijn voeten zitten ergens. Met andere woorden, hun dachten waarschijnlijk dat ik geblesseerd was. Of dat ik een beetje last had. Maar in ieder geval, iemand ging die corner nemen. Maar het was gewoon een kwestie dat je krachtig wordt. Ik weet het allemaal nog, weet je. Ja, maar dat soort dingen vergeet je nooit.